Vandaag weer even een Valentijns werkje. Ik was laatst op Pinterest aan het kijken. En op Pinterest zag ik een heel leuk Valentijns muisje. En dat ga ik dus nu ook aan jullie laten zien. Maar ik dacht, dat is gewoon ook een heel leuk idee voor een Valentijns kaartje. Je knutselt een muisje. En dan uiteindelijk kan je het als kaartje gebruiken. Nou, het is heel simpel. Dus dat kan ik wel even heel snel aan jullie laten zien. Wat ik eerst heb gedaan is, ik heb een hartje geknipt op wit papier. Ik vind het altijd makkelijker om een blaadje dubbel te vouwen en dan de helft van een hartje te tekenen en dat uit te knippen. Want als je het daarna open doet, dan ziet het er gewoon mooier uit. Ik vind het altijd veel moeilijker om een hartje te tekenen wat er dan symmetrisch uitziet. Wat er aan de beide kanten dus precies hetzelfde uitziet. Dan heb ik altijd één kant mooier dan de andere kant. Ja, hier heb ik inderdaad niet netjes geknipt, maar goed. Even gauw weg. Ik heb dat dan overgetrokken op rood papier. Dat heb ik dus ook eerst dubbel gevouwen. En toen het hartje er zo op overgetrokken en dan uitgeknipt. En dan zie je dus dat het hartje veel mooier is wanneer je hem weer openvouwt. En het ziet er dan leuker uit. Nou, dat is dus mijn tip voor als jij een keer een hartje wil knutselen. Je hebt dus je hartje. Je vouwt hem zo dicht voor je muisje. Wat ik nu ga doen is de ogen erop plakken. Ik heb altijd leuke wiebelogen in mijn kast, dus daar ga ik een oog op plakken. En ik heb van rood papier een staartje geknipt en ik ga het staartje zo aan de binnenkant hier opplakken aan de ene kant. Niet aan beide kanten, want ik vind het natuurlijk nog wel leuk als die open zou kunnen als kaartje. En ik heb ook weer op wit papier de helft van een hartje geknipt. En dan openvouwen. En dan heb ik dus ook weer een hartje. En dat heb ik dan overgetrokken op rood papier. En dan heb ik een oor. Eén oortje krijgt van mij een binnenoortje. Dat ga ik er zo op plakken. En het andere oortje hou ik zo. En wat ik ga doen is, ik ga dit oortje zo aan deze kanten opplakken. En die ga ik aan de achterkant. Til ik het op en dan plak ik het zo op. Nou, dat ga ik even doen. Dat is lekker simpel. Ziet er ook al gelijk heel leuk en schattig uit, vind ik zelf. En met stift teken ik een snuit. En de snorharen. En dat is het. Een heel simpel werkje. Maar ik vind het er gewoon gelijk heel leuk schattig uitzien. Als je het openvouwt, nou, dan heb je ook nog eens een leuk kaartje. En dan kun je dus een leuk iets opschrijven voor wie je het ook maakt. En dan heb je een heel leuk Valentijnskaartje om aan iemand te geven die je heel erg lief vindt. Ik hoop dat je het ideetje leuk vindt. Vind je het leuk? Vergeet de video niet een like te geven. Likes helpen me enorm. Ben je nog geen lid van mijn kanaal? Door hier op mijn knopje te klikken word je dus gratis lid van mijn kanaal. Hieronder zie je mijn mans kanaal en daar twee leuke video's. Padoe!